Hallo allemaal en welkom op deze fraaie, heldere avond hier in het altijd knusse stadion. Het is nog heel even wachten tot hier wordt afgetrapt. En dan begint het voetbalfestijn. Mijn naam is Siert de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. En het wachten is op de aftrap van deze competitiewedstrijd. Ik reken op een spannende wedstrijd. Ja, dankjewel Siert. Het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Voor het thuispubliek treden ze met deze basis aan. Hier is die formatie. Twee rijtjes van vier. Dus een 4-4-2. Ha, ja, de goede oude 4-4-2. Ja, dat is een klassieke formatie, hè. Die wordt eigenlijk overal ter wereld gespeeld. En vandaag dus hier. Het uitteam gaat met deze elf het veld op. Ze beginnen in een traditionele 4-4-2. Ja, Jeroen, zijn dat gewoon vier verdedigers, vier middenvelders, twee aanvallers? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het staat, hè. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Nog steeds op weg naar het doel. En met de bal aan de voet de uitbraak. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Zé-Louis. Hij springt op en ontwijkt daarmee het been van zijn tegenstander. Weer ingeleverd. Erik Choupo-Moting. Choupo-Moting 1-0 en maakt hem al vroeg in de wedstrijd. Heerlijk toch om zo vroeg al op een voorsprong te komen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Mooi trucje zeg. Circus koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Zé-Louis. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Goal! Wat een wedstrijd. Zo vroeg op achterstand. En het dan gewoon weer recht breien. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar ik denk niet dat dit het laatste doelpunt van de wedstrijd is, hoor. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zeg maar, die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè? Want we mogen natuurlijk geen bol. Die bal verdwijnt in het net.
Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Zeluis. Kans hier. Aardige kans hier, maar de bal is voor de tegenstander. Dat doelpunt nog eens in de herhaling. Hier namen ze de leiding. Kalm blijven, dat is een belangrijke eigenschap van spelers die regelmatig scoren. En hij laat hier zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Een kans om te scoren. Doorgebroken, alle tijd van de wereld. Hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Had deze gezeten, ja, dan hadden ze het kunnen schudden. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De doelman hoeft zich niet ver te strekken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke redding. Mogelijkheden voor een counter. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Die doelman die duikt en die bal die redt. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Het lukt Christian Eriksen om overeind te blijven. Zeluis. En die bal is weg. Ze kunnen snel uitbreken nu. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. De doelman knalt de bal naar voren. Zeluis. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Zeluis, kans op de gelijkmaker. De doelman keert die inzet. Dat leidt tot een vrije trap. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Die houdt hij makkelijk tegen. Door die meesterlijke actie van de keeper behouden ze hun voorsprong. Maar ze moeten alert blijven. De tegenstander zal blijven, ja. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ja, goal. Oh, houd me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Nou, deze kan wel ik nog wel een keertje terugzien, hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. We trappen weer af met een stand van 3-1.
Er wordt een vrije trap gegeven. Erik Choupo-Moting. Dit moet een doelpunt worden. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Zé Luis maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Doe maar, volley. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Het gevaar komt dus van de zijkant. Deze voorzet is perfect op maat. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. De score is 5-1. En we trappen weer af. Nog steeds aan de bal. En met de bal aan de voet de uitbraak. En de bal ligt in het net. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Met die passes van hem is vandaag niets mis. De grensrechter stond op één lijn. Oordeelt dat het buitenspel is. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Zé Luis. Bal wordt ingeleverd. Hij rukt verder op. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De paal. Het spel gaat verder. Ja, koekoek. De techniek. Druipte vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen.
En dan scoort hij uiteindelijk. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Dat heeft hij uitstekend gezien. Mogelijkheden voor een counter. Ze hebben die verdedigers achterin nodig. Zet. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Ratatatata, hier zit alles in. Een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer start. Springen, tak, 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 tak. Goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid. En dan slaan ze gedadeloos toe. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Choupo-Moting komt er een doelpunt aan. Hij probeert een stift en met een sierlijk boogje in het doel. Kunnen we de keeper hier iets verwijten, Siert? Dat is de vraag die ik even wil stellen. Ja, misschien moet hij niet te ver voor zijn doel staan. Maar als je dan kijkt, hè, hoe de bal wordt geraakt door die speler. Met zoveel gevoel, zo subtiel, ja. Dat is voortreffelijk. En dan wil ik daar toch eigenlijk de focus op leggen, hoor. Schitterend gedaan. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Zeluis. Balbezit verloren. Komt steeds meer naar voren. Zo, die zit er mooi in, zeg. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Daar is dan eindelijk hun goal. Al betwijfel ik of ze hier veel hoop uit zullen putten. Ja, ik verwacht het ook niet, maar ik heb wel gekkere comebacks gezien. De bal wordt via de vleugel gespeeld. En met de bal aan de voet de uitbraak. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Christian Eriksen. Zeluis. Niet meer in balbezit na die ingreep. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ah, nu komt er toch een einde aan die counter.
We krijgen er 5 minuten bij. Slordig met het balbezit. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Ja, dat is een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. De verdediging werkt die bal goed weg. Wat gaat hij hiermee doen? Zeluise. Het ziet er veelbelovend uit. Wat een redding. Petje af, zeg. Heel snel gereageerd. Nou, meestal ben je te laat als het van zo dichtbij gebeurt. Maar hij krijgt het toch voor elkaar. Voorzet van Eriksen in de 16. Het gevaar is nog niet geweken. Een kans op een counter. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, die is goed raak, zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Dit is nog eens omschakelen, hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een doelpunt, Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Het is rust. De score verbaast me wel, hoor. Deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Hij weet van geen ophouden. Hè? Hij blijft het doel van de tegenstander maar bestoken. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Balverlies. Cristiano Ronaldo nog aan de bal hier. Ja, dat is een typisch Ronaldo-schot. Snoei je hard en kijk eens hoe ver hij van het doel af staat. Maar heel effectief. Het lijkt wel alsof hij buskruid in zijn schoen heeft. Wat een prachtige goal, zeg. Van grote afstand jaagt hij de bal zo het doel in. Nog eens vanuit een andere hoek. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Hij laat een fabelachtige beweging zien. Speelt terug naar hem. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Dit moet het doelpunt worden. Een geweldige ingreep. En het gevaar is geweken. Waar gaat die doelman helemaal naartoe met die bal? Goed druk gezet, hoor.
Zeluis. Dribbelt verder richting doel. Dat moet toch lukken, deze bal. Ja, doelpunt. Hij zit erin. Kijk, dat werkt dan toch, hè? Dat vroeg druk zet op de tegenstander. Ja, inderdaad, zie het. Je forceert daarmee een fout bij de tegenstander. En uiteindelijk is het de inleiding tot het doelpunt. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar de doelman komt hier niet geweldig uit de verf, hoor. Hij had veel meer kunnen betekenen. Zeker als de inzet in die hoek terechtkomt. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. De doelman loopt nu wel een heel eind met die bal. Deze kan erin. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Kijk, dit is een scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Een kans om te scoren. Vrije trap. Eens kijken of ze hem direct op doel gaan schieten. Het spel gaat door. Ze kunnen snel uitbreken nu. En met de bal aan de voet de uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Hij kwam 1-1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakte. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Hangen! Strafschop verzilverd. Nou, deze penalty is eigenlijk niet tegen te houden. Mooi, laag in de hoek, buiten bereik van de doelman. Perfect. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Nog steeds in aanval. Dat leidt tot een vrije trap. Het is tijd voor een wissel. Die vrije trap eindigt in de handschoenen van de keeper.
Rick van Drongelen. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Het had zomaar een doelpunt kunnen zijn. Maar hij stond duidelijk buitenspel en daarvoor wordt gefloten. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Tahit Chong. En er overheen in de loop. Hij komt niet overeind naar die tackle. Rick van Drongelen. Die bal wordt op de flank gespeeld. Kijk daar bij de tweede paal, Cristiano Ronaldo. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Eens te meer blijkt hier weer hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Hè? Want dit zijn voorzetten die nauwelijks te verdedigen zijn. Maar moet je vervolgens die afronding zien, Siert. Hij laat de bal eerst nog even stuiten. En dan is de volley natuurlijk perfect getimed. Wat een spectaculaire goal. Wat een doelpunt, de Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Hij schermt de bal goed af tot de aansluiting arriveert. Ah, ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Een kans van heel dichtbij. De keeper krijgt zijn vingertoppen achter de bal en redt. En dat voor de corner. De wisselspeler komt het veld in. In het midden van de 16. Dit loopt dood, dus geen gevaar voor de tegenstander. We hebben nog 20 minuten te gaan. Er ligt een counter op de loer. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Zag er goed uit hoor. De aanvaller stond duidelijk in buitenspelpositie. Hij kan die mooie kans niet verzilveren. Haris Seferovic. Mooie positie om een voorzet te geven. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Ja, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. Maar zoals hij het afmaakt, daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Hij raakt de bal ideaal. En de doelman is kansloos. Fantastische goal. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Wow, ik word er niet van kon. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Wat een schitterende redding, zeg. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor, terecht. Nou, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven.
verder. Een kans op een counter. Ah, net iets te vroeg gelopen daar. Die hoge steekpas komt te dicht bij de doelman. Kan hem zo pakken. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Cristiano staat klaar bij de tweede paal. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Hier komt inzicht en traptechniek samen. Hè? Kijk maar eens. Die paas is fantastisch. Maar daarmee alleen zijn ze er nog niet. Hè? Moet je zien hoe knap dit is. Hij timed de volley tot in perfectie. Ja, met zo'n stuit kan de bal ook in de tribune terechtkomen. Maar nu eindigt hij op heerlijke wijze in het net. Het is een prachtgoal. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Goed op afstand gehouden. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Hij pakt de bal en begint aan de uitbraak. Oké, we tellen deze mee. Ook al is het meer voor de eer. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dit doelpunt is als een klein lichtpuntje op deze gitzwarte dag voor de supporters. Alles beter dan roemloos ten ondergaan. Ja, dit team heeft de hoop op... En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten en zo'n geweldige aanvaller. Als Ronaldo staat dan weer op de goede plek en maakt hem van dichtbij af. Gewoon pure klas. Wat een doelpunt te verstijzen. We hebben niks te klagen. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Nog steeds aan de bal. Gefloten voor de overtreding. Op een gevaarlijke plek. Oei, 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 oei. Hij werkt zichzelf in de nesten. Bal in de handen van die keeper. Wat een kolenschoppen, zeg. Die handen. Vrije trap gekeerd. Zo'n loopactie zie je toch niet vaak bij een doelman. En ik weet ook niet of het verstandig is. Mooi moment om de bal voor te zetten. Daar schiet hij. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Die doelman moet opletten. Daar gaat het balbezit. Ja, nu kan er een counter komen. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. En daar een schot van Cristiano Ronaldo. Zo, daar zit de doelman mooi tussen. Hoekschop wordt voorgegeven. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo?
Goed geblokt dat schot. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Gaston Ramirez. Een kans op een counter. Tahit Chong. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Ze mogen een hoekschop nemen. In het midden van de 16. En de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Tahit Chong. Kunnen ze profiteren van deze pass? Ja, dat is niet de bedoeling. Cristiano Ronaldo doet de bal cadeau aan de tegenstander. Dat is een gevaarlijke steekbal. Een kans van heel dichtbij. Ja, doelpunt. Schitterend. Gelukkig gooien ze de handdoek niet in de ring en weten ze toch nog te scoren. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We worden getrakteerd op een ongelofelijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Nou, dat doelpunt zal wel wat troost bieden aan hun supporters, maar meer is het niet. Ja, volgens mij hebben... Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Ik vrees met grote vrezen dat dit einde wedstrijd is voor hem. Hij ontnam deze speler de doortocht naar... En hij stopt die vrije trap, zeg. Zo, flitsende redding, zeg. Heel knap. Nou, zeg. Nog een hoekschop. Voorzet van Eriksen. In de 16. Zag er goed uit. Maar de doelman laat die kopbal niet door. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Haris Seferovic. Een grote kans hoor. Een fraaie kopbal. Doelpunt. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten. En dat is de afronding voor die speler. Een koud kunstje. Heel simpel. Hij krijgt bovendien veel tijd en ruimte. Hoeft niet eens op te springen. Ja, dan is het een kwestie van gewoon binnenkoppen. En de scheidsrechter fluit. Ze winnen voor eigen publiek. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Kijk maar naar de score. Die is daar het bewijs van.